mensen die naar school gaan, waar we dus heen gaan, zijn 20 koffers niet meegenomen. Dus ik heb er een schatting gemaakt, maar deze is 60% kans dat wij onze koffers dadelijk niet hebben. Kun je daar dus nog even de gevolgen van toevoegen? Nou, ik hoop heel erg dat die koffer er is. Anders loop je nog 24 uur in die stinkonderbroek van je rond. We hebben een visum, maar nog belangrijker, een koffer. Super blij. Op zoek naar de taxi en dan zo de mentor. We hebben een stapje overgeslagen. We zijn ook op dag 2. En dat komt omdat gisteren en onze mobiele telefoons leeg waren toen we aankwamen. En omdat het ook wel even chill was om een middagje zonder mobiel door te brengen. Vandaag gaan we voor het eerst kitesurfen. We hebben 3 dagen geboekt. Dus ik hoop dat ik daar wat beelden kan gaan maken. En ik ben echt super benieuwd. Tweede dag kitesurfen. We hebben net ontbeten aan het strand. Ander tentje als gisteren. Dit tentje. Columbus heette het. Was een ontbijtbuffetje, dus was prima. En gisteren hebben we natuurlijk gevliegerd op het strand. Geleerd hoe we die kite moeten besturen. Maar vandaag gaan we het water in. Zin in, Jas? Vandaag kiten? Zeker, zeker. Oké, let's go. Kitesurfles 2 zit erop en we hebben honger, tijd om te lunchen, dus we zitten bij Cape Fruit. Ik heb net een salade besteld en Jasper een eitje. Hier waren we gistermorgen lunchen en ik ben vergeten er een filmpje van te maken, maar dit is echt super leuk plekje. En kiten ging super goed vandaag. Gisteren hadden we natuurlijk alleen gevliegerd op het land en vandaag zijn we het water in gegaan. Maar dat ging echt super goed in het water. We gingen zo dat drijven doen en daarna drijven met een plank. En het was echt super leuk. De volgende stap is staan op het bord. Ik hoop dat we vanmiddag nog een keer kunnen. We hebben gevraagd of we nog een extra les mogen. Maar dat moeten we nog even... Is dat bevestigd? Oh, dus we gaan vanmiddag nog een keer. Nog een keer 2 uurtjes. Vandaag in het huisje. Net een yoghurtje op en nu een sandwich met eidek. Vandaag gaan we weer een dubbele kitesessie doen. En hopen dat het opstaan. Het is gisteren al wel eventjes gelukt. Bij Jasper iets beter dan bij mij, want die ging even wat langer door nog. Ik was al bevroren. Maar dat we vandaag kunnen gaan staan, of niet dan?
Zeker, ja. Dat is het mooiste. En vandaag komt Pim. Dus dat is echt superleuk. Wind is vandaag dus heel moeilijk, dus ik heb de kite gewoon niet zo goed onder controle. Dus als ik dan sta, dan valt de wind er en zo. En dan crasht mijn kite. Dus ik ben nog niet echt ver gekomen, om heel eerlijk te zijn. Wel iets verder als gisteren. En ik heb even een pak uitgevoerd. Ik heb mijn zonnebrand in mijn hand, pak 50, want ik denk dat er niemand op iets van zo wind is. Dus ik ga nu even bij mij ook kijken. Hoe is het? Lunchpauze. We zitten weer bij het restaurantje waar we de eerste dag avond hebben gegeten. Jos, wat heb je besteld? Hamburgertje. Burger. Lekker, lekker. En ik heb pas op een bolletje niet. Snel zijn dan. Niet mijn opeten. Heb je het zand al gefilmd? Mooi hè? Ga ik nu doen. Zitten met onze voetjes in het zand. Lekker geluncht. En nu zijn we eventjes bij de pier. Hier wordt gezwommen. Hier worden lekkere visjes bereid. En hier een haai. Kijk, en hier is dus de jeugd. Die is dus aan het leren surfen. Dat is precies één golfje. En dan gaan ze heel de tijd in. Dat is echt heel schattig om te zien. Ene haai. Ze hebben ook zeesterren, piranha's en alles. Vet hè? Zag je dat? En die tonijnen, super groot. Die hoofden liggen daarnaast hè? Ja, vies. En het stinkt hè? Ja. We zijn weer terug. We hebben de tweede les van vandaag gehad. En bij mij ging het niet zo lekker. Bij Jos wel. Ik ben een beetje vermoeid denk ik. Jos die ging als een speer vandaag. Hij is alleen twee keer bijna over mij heen gevaren. Het was wel leuk, want Pim was er. Pim is Jaspers beste vriend sinds? Sinds ik 1 jaar ben. Sinds Pim geboren is. Eigenlijk sinds die jongens geboren zijn, want hun ouders waren bevriend. Dus ja, een soort van verplicht best friends geworden. We woonden ook naast elkaar. Oh ja, dat is waar. Ja. Ze zijn naast elkaar geboren. Oh ja. En Pim die is nu piloot bij Toei. Discover Your Smile. En wij hebben natuurlijk eventjes gezegd van kom onze kant op, vlieg onze kant op. Dus die heeft vandaag gewerkt, heeft de vlucht gepakt hier naartoe. En nu heeft hij een stop van 24 uur hier.
Of eigenlijk langer, want normaal gesproken is het 24 uur. Maar nu moest hij 48 uur wachten, waardoor hij ons niet terug kan vliegen. Want dat was eigenlijk de bedoeling. Dat is dus niet gelukt. Maar ja, het is wel super gezellig. Hij was hier vandaag. Hij heeft eventjes gecheckt hoe wij kiten. Het ging dus bij Jasper heel goed, bij mij heel slecht. En hij heeft zelf eventjes gekite. En nu hebben we net even snel gedoucht, opgefrist. En we zijn klaar om weer naar de stad te gaan. Om even lekker te gaan eten. Even een drankje te doen. Of niet? Ja, zeker. Ik heb honger. Zo, ik heb honger als een beer. Ik ben helemaal kapot. En ik weet niet of het jullie is opgevallen. Maar die wetsuit, die komt dus precies tot hier. Ik ben er wel bruin geworden. Dat is wel een voordeel. Maar ja, dit. Dit is wel heftig. We hebben net lekker gegeten. En hier is Pim. En die zit die jongen van mij een beetje gek te maken over het kiten. Dus het gaat niet echt de goede kant op hier. Dat is mooi voor na het fietsen. Ja, ja, voor na het fietsen. Een goede sport. Doetjes! Zo gaat dat, hè? Lekker poppen. Een hele goede morgen. Vandaag onze laatste. Want we hebben maar een halve dag gehad. In Kaapverdia. Ja. En dat vind ik wel echt jammer, want ik heb echt super erg naar mijn zin gehad. Misschien nog wel leuker als dat ik het had verwacht, vooral het kiten. Daar is Jasper dan ook wel weer blij mee. Gisteravond hebben we gegeten met Pim in ons favoriete restaurantje 100 JSL Palm Beach. We zijn nu onderweg voor ontbijt. Ik hoop dat de tent open is, want als het goed is gaat het pas over 25 minuten open. Dus ja, de kans is erg klein, maar goed. Wie waagt wie de wind. En dan gaan we nog één keertje bij ons favoriete ontbijttentje eten. Dan heeft Jasper nog een les kiten. Ik ga niet meer. Ik ben verrot. Ik ben gebroken. Morgen weer strandracen. Jas, weer naar het strand, maar dan Nederland. En ik hoorde dat het keihard gaat regenen en dat het 2 graden is of zo. Mm. Lekker. Misschien kunnen we zo'n wetsuit meenemen. Ja. Die wetsuits zijn wel top. Nou, wij gaan even eten. Het zit erop, de vakantie. Ik heb de spullen gepakt. Kijk, koffer, tasjes. Jasper is nog even een broodje halen. En dan gaan we naar de airport. De taxi komt eraan. Het was eventjes stressen, maar we zitten in de taxi op weg naar de airport. Jasper heeft vanmorgen nog even 2 uurtjes gekite. Daarna allebei snel gedoucht, spullen gepakt. Jasper is ondertussen snel een broodje gaan halen, dus we hebben in de tas op broodjes zitten. En nu onderweg naar de airport. Dus